Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video. Ik noem het voor mezelf altijd, het is opnieuw verhaaltjes tijd. Maar deze video is bedoeld voor een divine feminine, dus een vrouwelijke energie. Iemand die zich meer herkent in de vrouwelijke energie op dit moment in het punt waar ze staat, in hij of zij staat. Want het is niet verbonden aan een bepaald geslacht. Het gaat over energieën. En we gaan eens kijken welke boodschappen dat er eigenlijk willen doorkomen en wat dat we nu moeten weten als we op dit moment meer in onze vrouwelijke energie zitten. Dus als we onszelf zien met de vrouwelijke energie. De eerste kaart die er uitvliegt is de 10 van munten, met een family legacy. Het heeft ook te maken met Mercurius en voor sommigen die het zichzelf erin herkennen, staat ook het maagdteken erop. De maagd is ook structuur, het is ook een aardteken, vandaar ook die munten. Dus het heeft te maken met fysieke en het neerzetten van iets belangrijks. En toen we denken aan een gesprek dat ik deze ochtend had met mijn zoon, waarin dat we naast grote bedrijven, dus doorheen industrieparken reed. En ik zei tegen hem, eigenlijk elk gebouw dat hier staat, elk bedrijf die hier staat, is het resultaat van iemand die ooit een idee of een droom had. En zo is het ook met, als jij nu luistert, dan heb jij ook een bepaalde visie, heb jij ook een bepaald idee. En het feit dat die kaart eruit komt, de 10 van munten, is eigenlijk een bevestiging dat dat idee er ook is om te slagen. Maar het probleem dat je nu hebt, is dat je eigenlijk wat de directie, dus de richting, mist. Je kan zien, dat is in de klinkkaart gebruik. Ook hier is het weer het maagdteken die erop komt. Ook de verwijzing naar de mannelijke energie. En het is eigenlijk de redder van de munten. Dus het uiteindelijke doel is die 10 van munten, waarin dat je een bepaalde onderneming of een erfenis nalaat voor jouw nageslacht, voor je familie, voor de wereld, in het ruimere gezin. En dus in de ruimere zin, niet het gezin, maar de ruimere zin. En dus krijgen we daarna de ridder van munten, de knecht van zwaarden en de 9 van wanten. Waarin dat we heel duidelijk de boodschap krijgen van het is belangrijk om jouw gevechten goed te kiezen. In die zin dat je de energie die je hebt, kan je maar in één richting of één keer in een richting sturen. Dan moet je daarna weer opladen. En bij de Page of Swords, dus de knecht van de zwaarden, die ook te maken heeft met die mind, met onze gedachten, staat er ook thirst for knowledge. Dus er is een bepaald iets, een bepaald stuk in ons. Oh ja, oké, goed. Dus ik ging zeggen, er is een bepaald stuk in ons die op zoek is naar meer kennis, naar meer weten vanuit de mind. En dus hetgeen waar ze zijn, is eigenlijk omdat dus om die erfenis, die familie-erfenis, of hetgeen wat je wil nalaten aan de wereld, als je er niet meer zal zijn, dat wil neerzetten, dan heb je het gevoel dat er nog een aantal stukken, een aantal vaardigheden, een aantal iets in je wijsheid, in je kennis, in je talent of wat dan ook. Er is iets waarin je het gevoel hebt dat je daar nog niet bedreven in bent, of niet voldoende bedreven in bent, of geen expert in bent. En dus daarom krijgen we ook die 9 of Wands, waarin dat er staat van kies jouw gevechten, wees, kies wees, en waar je energie naartoe stuurt. Want energie lijkt soms heel onvoorspelbaar, maar het is onvoorspelbaar omdat wanneer je eenmaal op die trein van passie zit en je begint dat proces van manifesteren, dan word je soms van je pad gegooid, van de trein afgegooid door de snelheid dat die trein heeft. En dus de reden waarom je van je pad of van die trein afgegooid wordt, heeft te maken met je eigen lasten en dus je eigen schaduwen.
En daarom kregen we ook de 10 van wanten. Dus het is belangrijk dat we leren onze emoties in balans te houden. Daarom kregen we ook de Queen of Cups, maar omgekeerd. En dat heeft te maken met dat schorpioen teken, dus die donkere kant, de schaduwkant. En het is belangrijk dat we daar niet bang voor zijn, maar dat we zien dat net het leren omgaan met alle elementen in het manifesteren, dat dat hetgeen is wat we nu ook weer krijgen, de kans te krijgen, terwijl dat Mercurius retrograde gaat, want Mercurius staat op minstens 3 van de kaarten die erin liggen. En dus hebben we net zoals ook het teken van boogschutter, die nog tot 21 december, dus dat nog nu donderdag is, dat het belangrijk is dat we echt stil zijn. Dat we naar binnen gaan, dat we herevalueren, dat we herobserveren, dat we terug naar het startbord gaan, waarin dat je dus dat idee had van die erfenis die je wil neerzetten. Want we kregen de sterkaart, maar ook omgekeerd. Wat dat betekent gebrek aan geloof en vertrouwen. En dat heeft dus te maken met enerzijds te veel willen gaan plannen, te veel denken van om tot dat doel, tot de realisatie van die visie te komen dat ik heb. Er zijn een aantal dingen dat ik moet doen. Maar dat maakt dat het heel onvoorspelbaar is, want manifestatie gaat over alle elementen leren gebruiken. Dus je mind, dus je gedachten, je vuur, je passie, je emoties als leidraad waar je ergens op je pad bent, om het uiteindelijk in het fysieke te brengen. En dus door de disbalans in het emotionele, door het overplannen en te veel kracht en macht geven aan het zwaartelement, dus aan het luchtelement, aan gedachten, zorg er eigenlijk voor dat het manifestatieproces op een verkeerde manier gestuurd wordt. Waardoor je natuurlijk dan meer het idee gaat gaan hebben dat manifestatie iets is die onvoorspelbaar is. En daarom kregen we ook de Hermitkaart, dus de kluizenaarskaart, die ook weer verbonden is met maagdteken. Ook weer Mercurius zat erop, maar ook Uranus. Dus Uranus heeft ook te maken met uitbreiding, veranderen, dingen anders gaan doen dan je gewoon bent. En er staat ook bij spirituele mastery. Dus spiritueel meesterschap. Dat is hetgeen waar we nu zeker de vrouwelijke energie eigenlijk mag gaan op focus. En wat krijgen we dan, hoe meer we dat gaan doen? Dan krijgen we de Queen of Wands, omgekeerd de Eight of Wands, omgekeerd de Nine of Cups, omgekeerd de Eight of Coins, omgekeerd en Judgment, omgekeerd. En de boodschap hier is dat dus dat het niet. Het is belangrijk dat we onze noordnoden volgen. Want door onze noordnoden te volgen, dat is hoe dat we de lessen leren, dat we als ziel gekozen hebben. Maar daarin is het belangrijk om niet constant hetzelfde cirkeltje te gaan lopen. En de leegte dat we voelen, niet willen gaan in 1, 2, 3 gaan opvullen. Maar comfortabel te zijn en die leegte te voelen. En het nog niet weten waar het gaat zijn, want dat gaat over dat pre-manifest, dus de voorfase, voordat je het eigenlijk gaat manifesteren. En tegelijkertijd ook comfortabel voelen in het moment waarin dat het proces echt wel zijn vaart gaat gaan nemen. Dus dat wanneer je dan uiteindelijk op die trein zit, dat je weet van oké, ik moet mij hier scherper gaan vasthouden. Ik moet gewoon klaar zijn, maar ik moet mij ook tegelijkertijd meegaan en zodanig gaan positioneren dat ik kan mee stroomlijnen en dus eigenlijk niet meer tegenwind krijg dan nodig. Dus daarom dat die judgment card ook omgekeerd ligt, omdat er nog geen balans is tussen al die elementen. Dus als je jezelf afvraagt van ja, maar hoe komt het dat het idee dat ik heb, de visie dat ik heb, is nog altijd niet gemanifesteerd,
Dat is dus omdat nog niet voldoende in het spirituele meesterschap zit van die geheelde vrouwelijke energie. En omdat je ook nog veel te veel focust en kijkt naar de mannelijke energie om te kijken van wanneer gaat hij hier zijn werk doen, wanneer gaat hij zijn deel komen doen. Maar, opnieuw, wanneer dat gaat in een dergelijke zielsconnecties, gaat het altijd in eerste instantie over het volledig healen van jezelf. Het volledig één worden in jezelf. Zelf die mannelijke energie worden en voor jezelf. Zelf de provider worden voor jou. En dan ga je zien dat je die divine feminine wordt. Die empress wordt die controle heeft over alle elementen. Maar niet vanuit sturen, maar vanuit het gewoon zijn van een energetisch krachthuis. En dat is hetgeen waar we nu ook meer en meer gaan mee geconfronteerd worden, op een goede zin, op een positieve zin. Mee duidelijkheid over krijgen, meer naartoe gericht worden. Die dan op zich dan ook meer gerechtigheid gaat brengen, meer balans gaat brengen in je leven. Omdat het ontstaat vanuit de vrouwelijke energie. En je gaat zien naarmate dat we dan meer en meer naar de lente ingaan. En het seizoen van Ram dan hebben en dan ook nog een stukje later, dat die balans er meer gaat, die gaat er ook meer gaan zijn en dat gaat ook zichtbaar zijn in het fysieke. En wat kunnen we nog meer verwachten? Dan krijgen we de zon met heb gewoon plezier, geniet gewoon. Knight of Swords met Carpe Diem. Seven of Swords, not what it seems. Ja, en de maan met mental clarity, dus mentale helderheid. Dus hoe meer dat je leert werken vanuit je vrouwelijke energie, en dus echt meer en meer een meester wordt in de spiritualiteit, in het werken met energie, maar door te focussen op die dingen die je leuk vindt, en gewoon, zoals dat je ook zegt, Carpe Diem, de dag gewoon pakken, en de dingen, momenten komen zoals dat ze komen, en geen wrok of geen schuldverhalen proberen uit te werken, maar echt vanuit die ontvlankelijke, moederlijke, onvoorwaardelijke liefde. En zien wanneer dat mensen reageren vanuit hun wonden, want dat is ook een hele belangrijke op dit moment, omdat net zoveel mensen door dat geboortekanaal geduwd worden. En degenen die natuurlijk heel veel weerstand hebben, die gaan hun frustraties en hun woede en hun wonden naar jou uiten, maar neem het niet persoonlijk. En zowel niet in je eigen connectie met je tweelingvlam of je tweelingziel of je soulmate, maar ook bijvoorbeeld naar familie toe, ook naar vrienden toe, ook gewoon mensen op de straat. Zie en voel van waar dat komt. Voel je heel toxische lage energie, distancieer jezelf ervan en ga naar binnen en zie dat het allemaal een onderdeel is van het grotere ontwaken, het collectieve ontwaken. En dus hoe meer dat je dus naar binnen gaat, hoe meer dat je ook gaat voelen dat je mentaal helderheid hebt over wat dat er gaande is. Jouw ziel en jouw team gaan tonen wat dat er gaande is. En dat betekent ook dat je dus ook mag luisteren naar wat je hart en je ziel te vertellen heeft. En dus niet vertaald naar jouw... niet luisteren naar wat jouw gedachten en je ego je vertellen. Want dat zijn... laten we zeggen, uitleggen en verklaringen die enkel gebaseerd zijn op dingen uit het verleden, uit dingen van anderen. Maar je wilt natuurlijk niet opnieuw weer hetzelfde gaan manifesteren. Dus daarom is het belangrijk om je visie, die visie die je had, waar we helemaal in het begin over gehad hebben, om die voor ogen te houden en het op jouw manier neer te zetten. En dan krijgen we... om deze reading mee af te sluiten. De King of Cups met emotioneel mastery. Dus meester over het emotionele stuk. En de drie van munten. Die ook weer verwijst naar de mannelijke energie. En doing it together. Dus hoe meer dat je als vrouwelijke energie leert om gewoon voor jezelf te gaan zorgen. Om de stukken die er nog zijn. Rond de mannelijke energie. Frustraties. Het gevoel dat je in de steek gelaten wordt. Wat dan ook. Hoe meer je dat hield voor jezelf. En hoe meer dat je toont aan jezelf. Dat je eigenlijk perfect voor jezelf kan zorgen. En dus daarmee ook je eigen mannelijke energie in jezelf hield. Hoe meer dat de mannelijke energie in jouw connectie in staat zal zijn.
om een meester te worden over zijn emoties en dus over zijn eigen vrouwelijke energie. En dus waardoor dat je dan gaat zien dat de mannelijke energie in de connectie ook veel meer gaat kunnen voorzien, ook veel meer open gaat kunnen zijn, ook veel meer gaat kunnen delen. Voilà, dat was voor deze reading. Wat ik nog wil meegeven, als je nog een persoonlijke reading wilt of je wenst nog een healing en je wilt dit nog voor het einde van het jaar, dus dit jaar nog ontvangen, dan moet je die bestelling wel geplaatst hebben voor kerstmis. Want tussen kerst en nieuwjaar zijn mijn kinderen ook jarig, waardoor dat ik niet veel ruimte heb om readingen te doen. Dus als je die nog wenst te ontvangen voor het einde van het jaar, dan moet je die zeker nog voor kerst, of de laatste op kerst, laten we zeggen, die reserveren. Ook de code voor 33% korting is nog geldig. Je kan het zien in een van de vorige video's. Sinds kort is er ook de mogelijkheid om lid te worden van de verborgen readingen. En dat betekent dan dat readingen die ik maak, waar ik toe geleid word, door af te stemmen op de energieën, dus van de mensen die in die groep zitten, in dat lidmaatschap zitten, dat ik dan boodschappen channel. Dat is geen extra platform of wat dan ook. Je gaat dan gewoon in jouw mailbox de link naar de readingen ontvangen en je volgt dan zelf waar dat je toe getrokken wordt en wat dat het is. Dat de boodschappen zijn die voor jou bestemd zijn en wat dat er niet voor jou bestemd is. Ja. Voilà, dat was het. Ik ga hier afsluiten, de video uploaden en dan zie ik je vast in een volgende. Of hoor ik je in de volgende video.